Deze highlights worden u aangeboden door Lay's. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Komt er doorheen. Carrasco is weg bij Mbemba. Knappe actie en dan bijna de goal. Griezmann mist hem, Llorente niet. Maar de voetveeg van de doelman van Porto, van Diogo Costa. Dit is de eerste kans, het eerste doelgevaar uit deze eerste helft. En we zijn bijna halverwege. Geen echte grote kans voor Porto. Wel eentje voor Atletico Madrid. Nu wel. En een goede redding. En de rebound komt er niet door. De Vitinha achter de bal. Verlengd. Gevaarlijk verlengd naar de versthoek. Het was iemand van Atletico. Want Porto krijgt een derde opeenvolgende corner. Flavio is niet de grootste, heeft Hermoso daar ook nog geraakt. Balverlies van Carrasco, dat wordt niet afgestraft. De hoekschop, na 10 minuten dus in de tweede helft. En de goal van Griezmann, de goal van de onzichtbare Antoine Griezmann. Hij maakt zijn 25e voor Atletico op het kampioenenbal. Maar die komt gewoon pardoes voor zijn linker te liggen. En Atletico toch op 0-1. Ondanks ja, de beste kansen, de echte inspanningen. Het meeste drang op de tegenstander van Porto. Toch die achterstand voor de Portugezen. Dit was geen fout. En een countermogelijkheid voor Cunha. Wil het alleen doen. Cunha nog steeds. Komt Mbemba tegen. Cunha is er doorheen. En dan liften. En dan voor de doellijn weggehaald. En Griezmann nog niet afgelopen. Oeh, Cunha. Nee, het was Koke. Die probeerde het geweldig. Met een actie die je eerder van de Braziliaan verwachtte. En Porto. Ja, die beginnen natuurlijk de stress te voelen. En dan Carrasco. Die... ja, toch wel naar geel solliciteert en krijgt hij nu rood, Yannick Carrasco, of wie krijgt er rood? Ja, ik denk Carrasco. En ik denk ook dat het terecht is. Omdat hij die bal bijhield, het is spelbederf, maar dan rechtstreeks rood geven. Of heeft hij nog een slag uitgedeeld, ja, ook aan Otavio? Volgens mij heeft hij een slag uitgedeeld. Otavio, die zonder dat hij er echt zelf voor zorgt, alsjeblieft jongens. Een soort protagonist wordt en de poppen zijn opnieuw aan het dansen en er wordt niet meer gevoetbald. Cunha is nu degene die een tik kreeg. Rood. Ja, het vuur aan de lont stak, maar ik denk niet dat een speler nu rood heeft gekregen. Wel, Wendel. Iemand uit de dugout, denk ik. Pepe brengt hem blind weer in de baklijn. En nu kan Atletico omschakelen met Griezmann. Griezmann staat er wel alleen voor. En Mbemba komt er niet tussen en dan Griezmann die Correa lanceert. Angel Correa met het dodelijke tweede doelpunt voor Atletico. 0-2 op de counter. Perfect uitgespeeld door de Colchoneros. Die nu echt wel 100% zekerheid hebben over een verlengd verblijf op het kampioenenbal. Ze gaan toch echt door. Ook al stonden ze voorafgaand in deze zesde wedstrijd als ze vierde in de groep. Mochten ze toch nog gelijk maken. De 0-3 hangt in de lucht met Depol. Depol legt nog af. En dan Griezmann niet. Wel Rodrigo Depol. 0-3. Uiteraard geen juiste weergave van de verhoudingen tussen Porto en Atletico Madrid. Maar dat maakt het feest bij Simeone en Co. er natuurlijk niet minder op.
Vitinha raakt niet door dat bos van blauw fluorode benen heen. En nu komt er toch een strafschop. Krijgen we nog een vierde goal? Ja, die krijgen we via Sergio Oliveira van op 11 meter. Dus geen clean sheet voor Jan Oblak. Deze highlights werden nu aangeboden door Lays. En PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.